Hey jongens, ik ben Dennis aka Denske en vandaag hebben jullie weer een nieuwe gastrolvideo. En de gastrolvideo van vandaag is van GR en dit is de vijfde gastrol van de gastrollenweek. Dus dit is de laatste gastrol die ik ga uploaden. En ik heb veel meer gastrollen gehad, dus mocht jouw gastrol niet uitgekozen zijn, sorry ervoor. Maar heel veel mensen hebben zelfs nog na woensdag een gastrol ingestuurd. En ik had gezegd, tot woensdag daarna dan houdt het op. Dus ik moet ergens natuurlijk een grens trekken. Anders zit ik over 2 weken nog steeds gastrollen te uploaden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus sorry als je niet uitgekozen bent. Ik heb gewoon het beste gekozen. En ik heb vooral gelet op hoe jij commentate. Niet echt op de gameplay, maar vooral op hoe jij commentate. Dus praat jij gewoon lekker rustig. Kom je gewoon gemakkelijk over. Want sommige mensen die... die vinden het gewoon moeilijk om natuurlijk tegen een microfoon te praten. Heb ik zelf ook gehad in het begin. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar dan zou ik zeggen, blijf gewoon oefenen. En je wordt op den duur gewoon beter. En ik zou zeggen, probeer het dan gewoon bij andere kanalen. Werk jezelf omhoog. En wie weet kom je over een tijdje zelfs wel op dit kanaal. Dus misschien doe ik nog meer gastrollen, maar weet ik nog niet. In ieder geval verder rest, heel veel mensen vroegen mij af wanneer ik weer wat Call of Duty upload. Dus dat komt straks. Straks komt er een nieuwe facecam vrijdag. En ik zeg alvast, het is een enorm vette gameplay. Dus ik zeg, kijk er naar uit. Ik weet niet hoe laat het online komt, dan moet ik even kijken. Maar het komt sowieso online. En of ik vandaag nog GTA upload, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat komt sowieso morgen nog. En verder rest, dit is een gastrol van GR. GR kennen jullie misschien nog wel. Die heeft een tijdje terug met mij een duel gedaan. Het is eigenlijk al een heel tijdje terug. Maar in ieder geval, misschien kennen we hem nog wel. Als je hem niet kent, dan is het natuurlijk helemaal leuk. Dan ontdekken jullie weer een nieuwe commentator. In ieder geval, ik stop met lullen. Jullie willen de commentary zien. Ik ben al veel te lang aan het praten. Dus enjoy de commentary. En ik zie jullie straks weer. Houden we. Hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op het kanaal van Dennis. A.k.a. Denniske. En vandaag is het de gastrol van mij. Waar ga ik het over hebben? Nou, ik ga het hebben over hackers. Maar ja, alles eerst even de gameplay. De gameplay is namelijk 20-2 op een Dream Deathmatch op C-Town. Dus eigenlijk is het niet een hele speciale gameplay. Hij is ook best saai en over het algemeen best dom. Je moet maar echt opletten. Sommige dingen denk je echt van what the fuck. Maar dat komt doordat tier de mode een beetje anders reageert. Volgens mij krijg je dadelijk echt dat ik op iemand geschiet. Terwijl je duidelijk ziet dat het gewoon een teammaat van me is. En vandaag ga ik het dus hebben over hackers. Want ja, meeste mensen doen een gastrol gewoon over wie ben ik en dit en dat. Nee, dat doe ik niet. Want jullie kennen me vast nog wel van de duelcommentaar die ik had gedaan met Dennis. En zo, als je me niet kent, dan zou ik me even toch nog wel voorstellen. Speciaal voor jou. Ik ben Just Jarwin, ik ben op YouTube heet ik GR en ik maak Call of Duty en Minecraft video's. Er komt ook nog Battlefield 4 en over een hele lange tijd GTA 5 aan, want ja, GTA doet een beetje moeilijk over de PC. Maar verder, doe ik dus Call of Duty en Minecraft video's maken en dat doe ik al best lang, 1,5 jaar. Ik doe het volgens mij 2 maanden korter dan Dennis, dus ja... Dan zou je eigenlijk afvragen, waarom heb je dan nog pas 900 abonnees? Vraag mezelf ook af, maakt niet uit. In ieder geval wil ik Dennis ook bedanken voor de gastrol. Dat hij deze upload, dat ik tussen de 5 zit bij de 5 beste. En ja, dus, het onderwerp hackers. Nou, ik vind zelf hackers gewoon super irritant. Echt, gewoon iedereen vindt ze irritant volgens mij. De enige mensen die ze niet irritant zijn... Ja, niemand volgens mij. Echt, hackers zijn gewoon de irritantste personen die Call of Duty of andere spellen spelen. Want het zijn, er zijn niet alleen op Call of Duty hackers, er zijn ook op andere spellen hackers. Heel veel op free shooters, free andere dingen. Je hebt ook gewoon op Minecraft hackers en weet ik wat. En het is super irritant. Nou, om te beginnen, er is een klein misverstand. Want... Veel mensen denken dat op PC de meeste hackers zitten. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want ik zal het ook even meteen uitleggen. Bij de PC heb je zoiets en dat heet Steam. En Steam is waar je de meeste spellen koopt. Call of Duty koop je daar. Even kijken, FIFA en Battlefield niet. Want die zitten bij EA en EA heeft zijn eigen soort van Steam. En dat heet Origins. Maar bij Steam heb je een account. En als je een spel koopt, dan moet je een code invullen. En dan kan je niet bijvoorbeeld zeggen, hey, wil je dat spel ook? Hey, dan geef ik even jou die disc, dan kan je dat ook spelen. Zo gaat dat niet bij de PC, want je moet een code invullen. En dan kan je maar op 1 PC die spelen. Nee, op 1 account. Want dat spel wordt aan jouw account gelinkt. En dat betekent dus, als je gaat hacken en je wordt geband. En ja, de meeste, volgens mij is het de eerste keer gewoon dat het spel, dat je op het spel geband wordt. En dat je dan ook niet het spel opnieuw kan kopen ofzo. Dus dat je niet opnieuw kan spelen. Maar als je nog een keer geband wordt, het kan best zijn. Maar als je na een paar keer geband wordt, dan wordt je account geband. Dus als je op een paar spellen geband wordt, wordt je account geband.
En dat betekent dus dat je al je spellen die je op dat account gekocht hebt kwijt bent. Dat is dus best nice. Stel je hebt echt 20 spellen gekocht en je hebt maar op 3 spellen gehackt. Ja, dat is niet zo slim. Dan ben je dus je 20 spellen kwijt. Zeg, €600 of zo ben je dan kwijt. Nou, dat is niet leuk. Dan moet je alle spellen en opnieuw kopen. En ben je ook al je stats kwijt. Want ja, je moet een nieuwe account maken. Vandaar dus ook dat het super streng is op de PC. En daarom dus er ook minder hackers zijn op de PC. Op de consoles is dat anders. Op de consoles hacken vooral bij Call of Duty 4, 5 en 6 hacken heel veel mensen. Krijg je heel veel hacked lobby's en zo. En dat is daar dus ook wat makkelijker. Omdat je niet een game linkt aan je account. Maar een game linkt aan je... Ja, nog niet eens aan je console. Want je kan gewoon zeggen tegen een vriend van je... Hey, wil jij dit spel van mij spelen? Oh, ja, dan neem ik die disc wel mee. Dan doe ik die in jouw Xbox of PlayStation of wat dan ook. En dan kan je dat spel gewoon leuk spelen. En bij de PC gaat dat dus niet. En je kan dus ook met verschillende accounts erop spelen. Het is niet dat je op dat account het spel niet meer kan spelen. Want dan kan je het spel wel nog gewoon spelen. Maar je bent gewoon, als je geband bent, ben je gewoon je stats kwijt. Dus hacken op de console is wat makkelijker. Volgens mij kan je ook best wel snel nieuwe accountjes aanmaken en zo. En dan kan je dus op heel veel verschillende accounts hacken. Kan je dus heel veel mensen boos maken en dat is niet leuk. Uiteindelijk zal je waarschijnlijk echt een ban krijgen zoals IP-ban. Of misschien dat je bijvoorbeeld je Xbox het niet meer doet. Bij Microsoft gaat dat wel volgens mij. Bij PlayStation weet ik niet zeker dat je hele PlayStation gewoon geband wordt. Dat je gewoon een nieuwe PlayStation moet gaan halen. Maar ja, dat krijg je dus als je gaat hacken. En zelf vind ik dus hacken echt mega, mega irritant. En waarom is het nou eigenlijk irritant? Want ja, je wil graag een spel spelen, je wil het graag leuk spelen. En als iemand dan gaat cheaten, want je moet het eigenlijk niet hacken noemen. Het is eigenlijk niet hacken, want hacken is dan eigenlijk dat je een spel kapot maakt. En bij dit, ja, maak je een spel eigenlijk niet kapot. Je cheat alleen, je bent alleen wat beter dan anderen. Dus je cheat gewoon en cheaters zijn niet cool. Het is echt niet leuk en zelf krijg je er vaak hele lage scores van en zo. En dat is niet leuk. Dus laat zelf even je mening achter wat jij vindt van hackers en wat jouw gedachte was bij de PC. Want veel mensen hebben dus een misverstand daarbij. Verder wil ik jullie dus bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker een duimpje omhoog achter als je het leuk hebt gevonden. En kijk ook op mijn kanaal voor meer van deze video's. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video.